Het is de dag waar asielstaatssecretaris Erik van den Burg maandenlang naar heeft uitgekeken. De spreidingswet is van kracht. Vanaf nu worden asielzoekers eerlijker verdeeld over de gemeente. Na al het haagse getouwtrek is het nu aan de burgemeesters. Hoe gaan zij zorgen voor voldoende opvang? Ja, even een stapje terug. Wat verandert er nu echt vanaf vandaag? Ja, wat er vanaf vandaag af veranderd is... Eigenlijk dat elke gemeente iets moet doen. Tot nu toe was het vrijblijvend. Dat betekende gewoon dat uh, als er mensen opgevangen moesten worden, ja, welke gemeente doet wat. Mm -hmm. uh, maar je kon ook uh, zeggen, ik doe niks. Uh, en nu is er afgesproken, iedereen doet wat. En dat betekent dat alle gemeenten met de provincie de komende maanden een plan moeten maken waarin uh, iedereen mm -hmm. laat zien: dit kan ik, dit kan ik. En opgeteld moet dat uh, opleiden tot uh, 96.000 ja. plaatsen, waarvan er al heel veel zijn. Dus het is niet zo dat dit erbij komt. Maar dit is gewoon wat we nodig hebben. En er is een Hè? Uh, die vertelt hoeveel hè? welke gemeente hoeveel. Ja, elke opvangen. gemeente naar rato van inwoners, er wordt ook nog gekeken naar sociaal-economische omstandigheden. Dus een uh, hele rijke gemeente kan iets meer doen. En een gemeente die het uh, sociaal-economisch wat minder heeft, die uh, vangt wat minder op. Ja. En het uh, betekent eigenlijk gewoon eerlijk verdelen. Het zegt ook niks over de immigratie. Het is ook niet aantrekkelijk of aanlokkelijk Maar de stress gaat eruit van de afgelopen jaren: <kwijnt> namelijk, oh, er zijn weer plaatsen nodig, Oh, we hebben ze niet. welke nu. En dat gaf ook in de samenleving vaak heel veel onrust ja. en ook onterecht. En er komt weer meer menselijkheid, want asielzoekers zaten vaak in barre omstandigheden eigenlijk met nou ja, opgevangen. Klopt, kijk, je wil eigenlijk mensen zo snel mogelijk, zo normaal mogelijk uh, opvangen. Ja. En of ze moeten weg uit Nederland, dat kan heel goed. Of ze vluchten echt en daar is ook draagvlak voor, maar zorgen dan ook voor dat die stress eruit gaat. Ja. Want die stress is voor de samenleving niet goed en voor die mensen ook niet goed. Ja, hoe zit het in uw gemeente, in kampen? Hoe heeft ja. u al te horen gekregen hoeveel u moet opvangen? Ja, Kampen behoort tot een gemeente die de afgelopen jaren al wat deed. Wij doen het kleinschalig, ook met zero tolerance. Ook met een sociaal programma en zo snel mogelijk vrijwilligerswerk. Dat werkt heel goed. We hebben helemaal geen klachten om. Dus voor ons gaat het niet veel veranderen. Maar zeker die gemeenten die de afgelopen jaren geen mensen hebben opgevangen. Ja, die moeten nu wel even in de benen. Maar ik begrijp wel dat jullie meer moeten gaan opvangen dan wat jullie nu doen. Ja, wij vangen uh, nu kleinschalig. Uh, afgelopen jaar ongeveer 200, 250 mensen op. Dat uh, kan 300 worden. Dus dat is niet een heel groot verschil. Maar we gaan de komende weken ook afstemmen met omliggende gemeenten. Uh, met de provincie. Mm -hmm. En dan gaan we kijken wie doet wat meer, wie doet wat minder. Ja. Dus we zullen de komende maanden gaan bekijken of het nog iets betekent voor kampen. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet veel. Ja, die uh, omliggende gemeenten, zijn die welwillend er tegenover? Nou, sommige heel royaal. Bijvoorbeeld uh, een provincie naast ons uh, gemeente Dronthe heeft een groot AZC. Mm -hmm. uh, dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar 1% van de mensen hebben wij in kampen ook wel eens wat last van. Dat vinden mijn inwoners niet leuk. Uh, dus daar gebeurt heel veel. Maar ik heb ook gemeenten uh, links en rechts van mij waar minder. Gebeurd. Dus je ziet nou gewoon, het wordt nu eerlijker verdeeld. In plaats van op één plaats heel veel en elders niks. En dat werkt eigenlijk niet goed. Maar ervaart u veel weerstand ook, of onder burgemeesters niet. Ik uh, was <coughs> afgelopen dagen uh, met veel burgemeesters bijeen. En alle burgemeesters in Nederland staan klaar mm -hmm. om deze wet met de colleges, met de provincie, met de samenleving heel ordentelijk en netjes uit te gaan voeren. Ja, u zegt niet onder gemeente of uh, onder burgemeesters, maar wel onder burgers. Ja, dit onderwerp is onder burgers uh, nooit een, een superpopulair onderwerp. Dat snap ik ook. Ik vergelijk dat ook wel met als je in de bus zit of in de trein. en je stopt ergens en er komen in één keer heel veel mensen binnen. ja, dan hoop je eigenlijk liever, ja, liever niet naast mij gaan zitten. Nou, dat gevoel heb ik ook uh, vaak bij mijn burgers en ik zelf ook. Ja. Met asielzoekers, ja, liever niet. Maar goed, zoals het in een trein of een bus gaat. als mensen dan toch naast je komen zitten, niet omdat je naar gevraagd hebt, dan valt het vaak achteraf ook nog wel mee. En soms heb je nog een leuk gesprek gehad en uh, begint je ochtend uh, goed. Ja. Dat is mijn ervaring met de opvang van asielzoekers ook. Als je dat kleinschalig doet, maar ook met zero tolerance en een actief programma, gewoon aan het werk, gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, maar Want dat meest... is ook iets wat jullie moeten gaan organiseren dan, daarna? Ja. Naast de opvang nog? Dat kan nu. De uh, deed het COA dat altijd. Ja. Maar in, met deze wet uh, kunnen gemeenten zelf ook Dus dat opvang is ook uh, regelen? Uh, ja. En wat mij betreft is dat goed. Want het COA kan het doen. Maar soms kan een lokale gemeente met vrijwilligers. Met sportorganisaties. Met kerken. Het nog beter organiseren. Vooral als het wat kleinschaliger is natuurlijk. Ja. Dan is dat makkelijker te, um, dat, te organiseren. Maar nou, dat kan niet alleen maar kleinschalig. Van de Burg heeft ook gezegd. We hebben, zullen ook grootschalige opvang ja. nodig hebben. 96.000 plaatsen. Weken ja. maar uit. Dat kan niet alleen maar kleinschalig. Nee, dus hoeft ook niet. Uh, one size fits nobody. Dus dat er juist ruimte is, soms een keer grootschalig, soms een keer kleinschalig. 100, 200 of zelfs 50, 60. Mm -hmm. Dat geeft ruimte, ja. adem en lucht. Nou, u, u ervaart vanuit uh, uw uh, omringende gemeentes geen, niet, niet veel weerstand. Toch nee. is er in het land wel wat, wat weerstand. Westland uh, heeft zich uh, laten horen. Ja. Uh, die heeft zich ook uh, v, ja, vrij sterk verzet tijdens die, tijdens die spijtingswet. Snapt u die, die zorgen die daar leven? Ja, die snap ik ontzettend, want uh, het is zo dat voor elke gemeente en ook Westland, je moet het wel gaan regelen. Dat roept soms ook weerstand op. Mm -hmm. Het goede nieuws is als je het eenmaal goed geregeld hebt, dan vindt de bevolking het vaak ook heel goed en zelfs jammer dat het sluit. Dus dat verhaal hoort er ook bij. Mm -hmm. uh, maar iedereen moet een steentje bijdragen. En het feit dat Westland in het nieuws is, geeft ook aan dat het een uitzondering is, want verreweg alle gemeenten en burgemeesters, ja, die gaan hier nu op een Nederlandse manier mee om. Het is democratisch besloten ja. en nu gaan we het ook netjes en fatsoenlijk uitvoeren. Ja. Ja, ja. Nou, onlangs is er natuurlijk een deal gesloten in in Brussel, hè, Robert? Uh, de, is is hè, met de migratie en asielpact, is dit nu nou, een dan deal? Zeker niet. Opvang in de regio blijft het grote probleem. Ja. Dat is de afgelopen jaren met houtje touwtje deals Turkije en nu T Tunesië recent probeert op te lossen. We zijn er nog lang niet. Lang niet. Want er zullen ook een aantal landen eigen posities willen innemen, waaronder ook Nederland. Ja. We praten